Asa werd koning van Juda in het 20e regeringsjaar van koning Jerobeam van Israël. 41 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn grootmoeder was Maacha, de dochter van Abisalom. Net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de Heer. Hij joeg de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt. Zijn grootmoeder Maacha ontnam hij zelfs haar koninklijke titel omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en hij verbrandde het in de bedding van de Kidron. En al verdwenen de offerplaatsen dan niet, toch was Asa de Heer zijn leven lang met heel zijn hart toegedaan. Hij liet de wijgeschenken van zijn vader overbrengen naar de tempel van de Heer en bracht daar ook zijn eigen wijgeschenken onder, goud, zilver en gebruiksvoorwerpen. Asa was voortdurend in oorlog met Baasa, de koning van Israël. Koning Baasa van Israël viel Juda binnen en versterkte Rama om de aan- en afvoerwegen voor koning Asa van Juda af te snijden. Daarom verzamelde Asa al het goud en zilver dat in de schatkamers van de tempel en het paleis over was en stuurde enkele van zijn hovelingen ermee naar Damascus. Daar moesten ze het aan koning Ben-Hadad van Aram, de zoon van Tabrimnon, de zoon van Geshon, overhandigen met de woorden: wij zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u een geschenk in goud en zilver aan. Verbreek uw verdrag met koning Baasa van Israël, zodat hij zich uit mijn land terugtrekt. Ben-Hadad willigde het verzoek van koning Asa in en gaf zijn bevelhebbers opdracht met hun legers tegen de steden van Israël op te rukken. Zo versloeg hij Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka, heel het gebied van Kinneret en heel het land van Naftali. Toen Baasa hiervan hoorde, zag hij ervan af Rama verder te versterken en trok hij zich terug in Tirza. Koning Asa liet heel Juda oproepen, niemand uitgezonderd, om mee te helpen bij het afbreken van de versterkingen die Baasa in Rama had gebouwd. De stenen en het hout werden gebruikt om de steden Mispa en Geba in Benjamin te versterken. Verdere bijzonderheden over Asa, over de vele overwinningen die hij behaalde en de steden die hij liet versterken, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Overigens werd hij op latere leeftijd slechter been. Toen Asa stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Zijn zoon Jozafat volgde hem op.